Wat we daarna nog hebben, zijn de ladder orders. En dit is wat op exchanges eigenlijk ontbreekt. De meeste exchanges doen dit niet. Maar bij heel veel strategieën die wij toepassen, is het eigenlijk fijn om met meerdere orders klaar te staan. Dus zolang de prijs gaat zakken, willen we eigenlijk bij blijven kopen. En de manier om dat met meerdere orders tegelijkertijd te kunnen doen, is door gebruik te maken van de ladder optie. Stel dat we 25% van ons portfolio kiezen, dan krijgen we nu twee orders op de chart te zien. Daarvan kunnen we de startprijs en de eindprijs zetten, dus de startprijs en de eindprijs. En deze twee orders worden dan nu tegelijkertijd geplaatst. Nou kunnen we ook nog het aantal orders kiezen. Dus we kunnen zeggen, ja, maar ik wil er 3, 4, 5, 9 en 10 is ook nog mogelijk. Nou, 10 zit nu eventjes verstopt onder dit drop-down menu'tje. Afhankelijk van hoe groot je scherm is, kan het zijn dat je alle 10 ziet of dat je er misschien maar een aantal van ziet. Maar door op dit pijltje te klikken zie je in ieder geval tot maximaal 10 de orders staan. En je kunt dan door de start- en eindprijs te bewegen, kun je de orders netjes spreiden. Je kunt ook een van de middelste orders pakken en hem naar boven zetten. En dan volgt de rest op dezelfde prijsafstand die ze hadden, worden ze weer netjes neergezet. Dan hebben we ook de optie om de schaal aan te passen van de orders. Dus nu zie je dat de afstand tussen de prijzen, die zijn eigenlijk gelijk. Dus naarmate we meer orders toevoegen, de afstand tussen de orders blijft gelijk. Maar het kan zijn dat je dat niet wil. Het kan zijn dat je zegt van nee, ik heb liever dat het aan het begin wat sneller gaat. Omdat ik verwacht dat als het een kleine prijsdrop is, dat die snel weer omhoog gaat. Dus ik wil snel instappen. En als die nou heel ver zakt, dan wil ik nog even wachten. Dus dan kun je op de exponentiële schaal kun je hem dan zetten en dan zie je deze. Dan is er ook nog de Fibonacci. Dus als je op de Fibonacci niveau zal zitten, nou, dan is het wel handig om ook de zevende orde erbij te zetten. Dat heeft te maken met de 7 levels van de Fibonacci. En dan zie je dat hij dus op de Fibonacci schaal staat. Nu staat dat dus in deze vorm. Maar mocht je hem naar de andere kant op willen, dat kan ook. Dan draai je gewoon de start- en eindprijs om. En dan krijg je dus dat hij naarmate het lager wordt, dat hij meer gaat kopen. Dan zetten we hem weer eventjes op lineair. Dit is de meest gebruikte. Daarnaast heb je ook nog de optie om de schaal van de hoeveelheid die je gaat kopen. Dus we hebben gezegd dat we $2500 willen inzetten. Maar hoeveel wil je dan per order? Dat kun je dan hier aangeven. Nu is het gelijk. Dus nu zie je dat het aantal het aantal dollars moet ik zeggen, wat we gaan kopen of wat we gaan gebruiken is $357. En daar krijgen we dan afhankelijk van hoe lager de prijs wordt, iets meer bitcoin voor. Nou, wat ik net al zei over het slotje, dat kunnen we dus ook gebruiken om vast te zetten wat we nu precies op de equal scale willen hebben. Dus in dit geval is de hoeveelheid bitcoin hetzelfde, maar naarmate de prijs daalt, zie je dat het aantal gebruikte dollars lager wordt. Dus naarmate we lager gaan, heb ik minder dollars nodig. Als je dat andersom wil, dat kan natuurlijk ook. Dan gebruik je de linear reverse. Bij equal kan het uiteraard niet, want dat is afhankelijk van de prijs. Maar bij lineair kan het wel. Daar heb je wel twee opties. Nu betekent lineair dat hij heel agressief gaat kopen in het begin. En naarmate die nog verder zakt, wordt het minder agressief. En voor lineair reverse is het dan precies omgedraaid. Dus dan krijg je dat hij weinig gaat kopen in het begin en veel gaat kopen aan het einde. Maar dat is ook weer afhankelijk van hoe je je startprijs hebt ingesteld. Want als we weer omdraaien, dan zie je dat het precies andersom is. Dus let daar even op met het kiezen van de linear of linear reverse. En voor de mensen die echt heel graag
op de martingale scale willen gaan zitten, die kunnen exponentieel gebruiken. En dat betekent dat eigenlijk we proberen, maar dat kan niet altijd, om bij elke nieuwe order je positie te verdubbelen. En je ziet dat dat voor deze positie aardig lukt. Nou, de reden dat het niet helemaal precies verdubbelt, dat heeft te maken met dat je een minimale grootte nodig hebt per order. En dat is voor Binance is dat $10. Dus vandaar dat we met $10 beginnen. En dat er dan steeds 20, 40, 60, nee, 20, 40, 80 nou, enzovoort. En het wordt steeds meer verdubbeld. En zo zie je dus dat ja, als de prijs gaat zakken, dat de gemiddelde aankoopwaarde heel snel meezakt. Dus dat is een hele mooie manier om met heel veel laagjes in te kunnen stappen en ervoor te zorgen dat je ja, gemiddelde aankoopprijs heel laag wordt. Nou, daarover gesproken. Oh, wacht, ik ga even te snel. Ik zet hem vast even neer. Dus we kunnen hem zo plaatsen. Zo zie je dat alle orders neergezet worden. Uiteraard kun je hem ook wijzigen. Je kunt een enkele order wijzigen. Dus je kunt hem eruit pakken en alleen die doen. Of je kunt erop klikken en de hele ladder weer wijzigen. Dan krijg je het hele formulier weer ingevuld. En kun je weer alles aanpassen zoals je dat bij het begin deed. En de andere optie die we hebben is om er een losse targets van te maken. En dit is ook een hele handige manier, vooral als je al weet waar je support en resistance lijnen zit. Dus stel dat je hier in de chart allerlei lijntjes hebt getekend over waar je nou je orders wil zetten. Dan kan dat ook. Dus dan zeggen we even wat targets verwijderen. Die wil ik daar hebben, die wil ik daar hebben, die wil ik daar hebben. En die wil ik daar hebben. En dan mag het laatste target mag nog weg. Dus klik ik hier. Dan haal ik die weer weg. En nu zie je dus dat ik de orders op de support en resistance lijnen heb gezet. Die je dan in je tekening hebt gemaakt. En dan kun je hier op basis van deze sliders. Kun je de grootte van de order invullen. En dan zie je dus welk percentage van, van de positie gekozen wordt. In, dus per order. En het totale plaatje is dan altijd 100% van de 2500 die is ingezet. Inmiddels is het 10.000 geworden. Zo, dan maken we er 1000 van. En dan zie je dus dat die percentages overeenkomen. Dus ongeveer 25%, 19%, 31% en 25%. En als je er dan op klikt, dan wordt het weer geplaatst. En uiteraard kun je dat dan ook weer wijzigen en de targets weer los neerzetten. Zoals je dat zou willen.